De kern van mijn onderzoek draait om zelfstandig wonende ouderen. Ik probeer te snappen wat nou maakt dat zij technologie wel of niet willen gebruiken. Er wordt een heleboel technologie ontwikkeld voor zelfstandig wonende ouderen en dat wordt ook steeds belangrijker gevonden. Maar als psycholoog vind ik het belangrijk dat we snappen hoe de eindgebruiker daarover denkt en wat nou maakt of hij of zij het wel wil gebruiken. Want daar zit nog wel een probleem. Van waaruit wordt dit onderzoek opgezet? Het onderzoek is opgezet door de Fontys Paramedische Hogeschool. Die heeft een subsidie aangevraagd met allerlei partners. En een van de partners is Transo van de Universiteit Tilburg. En het onderzoek is eigenlijk in meerdere opzichten uniek. Een van de unieke dingen is dat wij daadwerkelijk bij ouderen thuis op bezoek gaan om te kijken welke technologie ze gebruiken. Vaak doen onderzoekers onderzoek in een lab, maar ik ga samen met mijn team bij mensen thuis op bezoek en dat doen we meerdere jaren. Zo krijgen we ook een beeld van hoe de technologie of het gebruik ervan kan variëren en waardoor dat komt. Het andere unieke van het onderzoek is dat we ook onderwijs ontwikkelen. Ik ben docent bij de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. En samen met mijn collega's, die ook mij helpen met het onderzoek, maken we ook onderwijs voor studenten in de zorg en studenten in de techniek. Zodat zij beter snappen waar ze op moeten letten als ze ouderen om willen laten gaan met technologie. Nou, wat voor technologie doe je dan onderzoek? Nou, we doen eigenlijk onderzoek naar technologie die op dit moment in de huizen van mensen kan zijn. En dan hebben we een aantal specifieke gebieden waar we op letten. We doen onderzoek naar technologie die te maken heeft met veiligheid, zoals het bekende halsalarm of andere oplossingen. Technologie op het gebied van mobiliteit, dus hoe je ergens kan komen. ICT-technologie en huishoudelijke apparatuur ook, omdat we dat ook willen vergelijken met die andere vormen van technologie. Het doel van mijn onderzoek is om vooral te vinden welke factoren er allemaal zijn. Maar ik kan er wel een paar uitlichten. Eigenlijk wat je vaak ziet is vooral wanneer het gaat om zorgtechnologie, is dat ouderen worstelen met de noodzaak daarvan. Typisch iets wat ze kunnen zeggen is dat het heel mooi is die technologie, maar dat het vooral is voor hun buurman die er slechter aan toe is. En dat is een van de uitdagingen op dit vlak. Hoe kan je dat doorbreken of hoe kan je daarmee met ouderen in gesprek gaan? Een ander belangrijk ding is de familie. Dat had ik van tevoren niet verwacht, maar de familie is cruciaal in alle aspecten van technologiegebruik. Van het in huis komen van de technologie, tot het installeren, tot het oefenen. Maar de familie kan ook van mening verschillen. Die kan een andere mening hebben dan de ouderen zelf en dat is iets wat ik ook tegenkom. Kun je eens een voorbeeld geven? Een mobiele telefoon. Ik heb voorbeelden waarbij een oudere een mobiele telefoon voor zijn verjaardag krijgt en daar helemaal niet blij mee is. Want die heeft een ander beeld van mobiele telefoons dan de familie. De familie wil graag kijken of het allemaal goed gaat. En de ouderen willen eigenlijk liefst zo min mogelijk gestoord worden. Hoe langer ik dit onderzoek doe, hoe meer ik erover vertel eigenlijk in het land, zal ik maar even zeggen. En wat ik vaak hoor is dat mensen, zorgprofessionals bijvoorbeeld, ik heb onlangs in december nog met zorgprofessionals om tafel gezeten, dat zij een beeld hebben van enkele factoren die van belang zijn, maar niet het hele plaatje. En ik merk vaak als ik het hele plaatje naar hun terugkoppel, dat dat heel herkenbaar is ten eerste, maar ook een mooi hulpmiddel om ja, concreter te denken aan bepaalde factoren en hoe je die kan bevorderen. Gaat dit leiden naar een nieuw beleid of naar een model of hoe moet ik dat zien? En mijn hoofddoel is om een nieuw model te maken. De huidige modellen besteden te weinig aandacht aan de specifieke context van zelfstandig wonende ouderen. En ik wil dat technologieontwerpers en beleidsmakers beter snappen wat nou die ouderen precies denkt over technologie. Dat is mijn motivatie. Om zo precies mogelijk in kaart te brengen en dat te vatten in een model. En met zo'n model kan je voorspellen of iemand de technologie wilt gaan gebruiken. Dus daarmee zou je een korte test kunnen maken om te kijken, wil die persoon überhaupt aan de slag gaan met de technologie? Misschien moet je bepaalde personen anders omgaan met bepaalde personen. Maar je zou ook kunnen kijken welke gebieden je nou extra kan stimuleren om het technologiegebruik te bevorderen. Bijvoorbeeld in een model kan zelfvertrouwen zitten. Als je dat weet dat dat wat minder is, kan je daar specifiek acties op ondernemen.